Mag ik nog eerst iets zeggen? Want ik ben deze week een beetje boos geweest. Oei? Ja. Nee, ik heb her en der gelezen dat alles al beslist zou zijn en dat het al geweten zou zijn wie de nieuwe K3 is. Ik wil dat hier vandaag met klem ontkennen, op het hoofd van mijn kinderen zweren. Er is nog niets beslist. Uiteraard. Uiteraard. Heeft de jury, de voltallige jury, zijn top 3 favorieten in zijn hoofd. Maar dat is al zo vanaf het allerbegin, toen we hier maanden geleden in een bloedhete studio zaten voor de allereerste ronde. En die top 3 die is voortdurend veranderd. Ja. Tot deze week hebben wij nog heel zware discussies over wie het gaat worden. En ook als de mensen thuis denken, ja, wat wij stemmen, dat maakt niet uit. Dat is ook flauwekul. Wij houden rekening met de stem van de mensen. Want het is voor die mensen dat K3 gaat optreden. En dan nog een laatste ding. Sorry hoor. Het broodtrommeltjesverhaal. Ik weet waar het vandaan komt. We hebben inderdaad broodtrommeltjes laten maken. Maar het zijn de nieuwe Samson en Gert broodtrommeltjes. Voilà. Vandaar het gerucht waarschijnlijk. Oké. Maar ja, het kan natuurlijk ook als je dat tegelijk doet, dan kost het natuurlijk weer wat goedkoper. Maar dat zijn Hollanders natuurlijk. Hebben we niet gedaan, Gerard. Hebben we niet gedaan. Heel dus goed. Voor alle duidelijkheid, ga ervoor. Alles ligt nog open. En dat maakt het ook voor ons zo leuk en zo spannend. En dat ik van die drie dames afscheid moet nemen. Ja, als ik Josje nu zie zitten, dan denk ik dat het duidelijk is waarom we ermee stoppen. Ja.